Zijn de voorzieningen in de dorpen nog wel op pijl? En hoe komt u daar? Dat zijn de voornaamste vragen de komende dinsdag en donderdagavonden voor de inwoners van Noordoostpolder. De gemeente wil weten hoe het staat met de bereikbaarheid van allerlei voorzieningen in de dorpen. De supermarkt, de kroeg, de zorgvoorzieningen, de huisarts die wel of niet in een dorpskern aanwezig is. Ja, eigenlijk alles wat je aan voorzieningen kunt bedenken. De eerste van vier bijeenkomsten was gisteravond in Marknesse. Bewoners konden aangeven wat zij belangrijk vinden. Nou, ik hoop dat het zo blijft wat het nu is. <laughs> maar dat de sociale voorziening. Ah, wat een beetje beter kennen. Wat moet er vooral blijven? Het dorpse gevoel. Het, uh, de voorzieningen die er nu zijn. We hebben een supermarkt, kunnen we snel heen. En inderdaad, ook maar voer. Het is voor mij het eerste alternatief. Als de winter is en er ligt sneeuw, kan ik niet fietsen. Dan, uh, ja, dus dat is gewoon belangrijk. En uh, de sportverenigingen die er zijn, dat is voor ons nu op loopafstand en dan kunnen we lekker uh, dan aan het zweten. Ja, je hebt best wel veel, uh, maar er zijn natuurlijk altijd dingen wat je niet hier kunt doen. Dus dan moet je wel naar Emmelo toe. De gemeente wil de input van de bewoners gebruiken voor toekomstig beleid. Het zijn de bewoners die uh, gebruik maken van de voorzieningen. En het zijn ook de bewoners die uh, naar de voorzieningen toe uh, moeten, op welke manier dan ook. Soms gaat het heel makkelijk uh, lopend of met fiets, maar dat is niet in alle gevallen zo. Um, heel veel mensen gebruiken hier een auto. Um, maar er zijn ook mensen die uh, wegens uh, lichamelijke problemen of uh, leeftijd uh, geen auto meer rijden. Uh, en ja, het openbaar vervoer uh, is voor die mensen heel erg belangrijk uh, om de voorzieningen die ze nodig hebben of die ze gewoon leuk vinden om daar naartoe te gaan uh, te blijven bereiken. Vindt u ervan dat de gemeente zo'n avond organiseert? Ja, ik vind het goed. Daar kom ik er ook nog eens uit. Het is altijd belangrijk om te zeggen wat je vindt. En als er dan iets verdwijnt, dan heb je het toch verteld. En dan kun je niet achteraf gaan zeuren: Goh, ze hebben het laten verdwijnen zonder dat je het hebt verteld. De resultaten van het onderzoek moeten begin volgend jaar bekend zijn.